oplossen met de ABC-formule. En wij gaan zometeen werken naar dat voorbeeld toe. Maar voordat we dat gaan doen, eerst eventjes vraag A en B. En de vraag is, bereken de snijpunten met de x-as? En dan moet je de formule gelijkstellen aan 0. Hè? Dus snijpunten x-as, i is 0. Maar we hebben hier te maken met de functie, dus wij stellen die functie gelijk aan 0. Nou, bij vraag A kun je aan de slag met de productsommethode, hè, want min 3 keer 2 is min 6. En als je die twee getallen bij elkaar optelt, krijg je min 1. En hier staat min 1 keer. Met andere woorden, x is 3 of x is min 2. En dan zijn dit je snijpunten met de x-as. Nou, we gaan naar vraag B en ja, we kunnen hier niet aan de slag met de productsommethode. Dus wat we doen is de ABC-formule toepassen. En daar hebben we een werkschemaatje voor. Dus een werkschema oplossen met de ABC-formule. Nou, de eerste stap is dat je moet schrijven in de volgorde ax² plus bx plus c is 0. En dat is gebeurd bij vraag B. Dan vermeld je welke getallen a, b en c zijn. Nou, dan is a gelijk aan 3. B is het getal voor de x. En c is dat losse getal. En dat is min 2. Stap 3. Bereken de discriminant. Zo noem je d. En de discriminant bereken je als volgt. Dat is b kwadraat min 4 keer a keer c. Nou, je gaat die b in het kwadraat doen. Nou, we hebben hier gelukkig te maken met een b die positief is. Dus we hoeven geen haakjes te gebruiken. A is 3 en c is min 2. En als je dat uitrekent, kom je uit op 73. Nou, dan heb je dus de algemene oplossing. Dat is een plus- en een min-oplossing. Dus je hebt min b plus of min de wortel van de discriminant. En dat moet je dan delen door 2 keer a. Nou, en als ik dat invul, is dit wat ik krijg. En dan heb je dus twee oplossingen. Dus de plus, dus plus de wortel van de discriminant. En min de wortel van de discriminant. Nou, dit kan ik natuurlijk nog in mijn rekenmachine zetten. Doe ik niet. Dat laat ik voor jou. Nou, de ABC-formule. Dit is een stukje theorie. Dit moet je uit je hoofd leren. De oplossingen van de vergelijking ax² plus bx plus c is 0. A moet natuurlijk niet 0 zijn. Want dan heb je staan bx plus c is 0. Dat is een lineaire vergelijking. Nou, dan zijn dit je oplossingen. In de teller heb je er staan min b plus of min de wortel van de discriminant. En in de noemer heb je staan 2 keer a. En d is je discriminant. En die bereken je als volgt. B kwadraat min 4 keer a keer c. Nou, we zijn aan het voorbeeld toegekomen. Dus je kunt zeggen, ik zet hem even op pauze, ga ik het zelf proberen. En als je dat niet doet, dan blijf je kijken. Nou, dan blijf je kijken en ik ga de 4 stappen van het werkschema ga ik doorlopen. En de eerste stap is klaar. We gaan naar de tweede stap. En ik ga je vertellen dat a is 2, b is 5 en c is min 3. Dan gaan we naar stap 3, want we gaan de discriminant berekenen. Dus we gaan krijgen b kwadraat min 4 keer a keer c. Nou, als je dat uitrekent, kom je uit op 49. En dat komt wel heel mooi uit. Want mijn algemene oplossing is dan in de teller min b plus of min de wortel van 49, gedeeld door 2 keer a. Dus je krijgt in de noemer krijg je het getal 4.
Nou, en de wortel van 49 is weer 7. Ja? Dus dan heb je de plusoplossing, hè? Dus dan krijg je min 5 plus 7. En dan kom je uit op een half. En je hebt de minoplossing. En dan kom je uit op min 3. Einde video. Tot de volgende keer.